Weer, ik zit er weer helemaal in. Er was niet eens een plek om een gevarendriehoek neer te zetten. Stofzuiger is klaar, ook weer geruild. Hele goede morgen, het is vandaag zondag en het is al middag. Het is 11:10. Nee, ik ben niet net wakker. Ja, nou, 11:30 was ik wakker. En ik heb inmiddels bellen uitgelaten. Nou ja, Troy loopt natuurlijk altijd mee. Ik heb al wat gegeten. Ik heb koffie op. Ik heb water op. En de vlog van gisteren afgesloten. Dus dat was een beetje raar dan. Dat was ik gewoon vergeten. Het was ook zo druk gisteren. Zo'n hectische dag. Oh, ik heb bijna echt de halve nacht Orphan Black zitten kijken. Wat is dat spannend. Ik zag dat ik bij seizoen 5 was gebleven. Maar ik kon me dus helemaal niks meer herinneren van seizoen 4. Dus ik ben afleveringen terug gaan kijken in seizoen 4. En ik dacht, heb ik dit gezien? Kennen jullie dat? Dat je dan echt zo vergeetachtig bent aan het worden dat je het niet eens meer weet. Of ik heb het echt niet gezien. Dat kan ook, dat dan iemand anders op mijn Netflix account heeft zitten kijken. En dat ik dacht, nou, ik ben hier gebleven. Maar goed, ik begrijp de verhaallijn weer. Ik zit er weer helemaal in. Te veel erin, zodat ik niet meer kan stoppen met kijken. Want wat is dit spannend, zeg. Geniaal. Het gaat over een persoon die gekloond is. En die heeft dus allemaal verschillende personages, maar ze speelt het allemaal zelf. Dat is echt zo knap. En het is echt zo spannend, want ze zijn altijd op zoek naar waarom ze dan gekloond zijn. En er zijn er twee, die zijn een echte tweeling en die kunnen alleen kinderen krijgen. Bla bla bla, misschien spoil ik nu al te veel. Ik ga niks meer zeggen. Wil je Orphan Black kijken, ga lekker kijken. Ik vind het wel een aanrader. Een beetje apart in het begin, moet je misschien een klein beetje aan wennen. Het is een Canadese serie, maar ja, het is wel spannend. Ik ga hier maar eens even stofzuigen. Oh nee, eerst even editen. Dan kan hij mooi renderen en dan ga ik stofzuigen. Edit first. Het vlogje staat weer te renderen. Het was een beetje een confronterende vlog. Ik was alweer vergeten dat ik er zo doorheen zat afgelopen dinsdag. Doordat die auto toen kapot was. Ik ben heel erg geschrokken toen die dag. Het was echt best wel een enge situatie op een kruispunt. En 3 kinderen in de auto. En hoe haal ik die eruit op een kruispunt? Natuurlijk allemaal auto's om je heen en zelfs idioten. Terwijl ik mijn alarmlichten aan dan heb, die achter me gingen staan wachten om mee over te steken met mij. Dus ik moest iedere keer nog zeggen ook dat ze door moesten rijden. Gaan ze lopen toeteren, gaan ze lopen wijzen. Ik denk, ja hallo. Er was niet eens een plek om een gevarendriehoek neer te zetten. Zo weinig ruimte was er. Maar als ze goed hadden gezien, hadden ze kunnen zien dat ik met die alarmlichten aan het knipperen was. Maar ja, ik rij ook allemaal met een bord voor mijn kop. Denk ook niemand die kon vragen. Hè? Van, is er iets? Kunnen wij ergens mee helpen? Helemaal niks. Nou, hadden ze ook niet heel veel kunnen doen. Maar weet je, de mensen zijn allemaal zo einzelgangerig. Allemaal ieder voor zich. Als ik in mijn eentje in de auto zit en ik zie iemand met kinderen langs de weg staan in de auto, ga ik toch echt wel even vragen wat er aan de hand is. Stel je voor dat iemand zijn mobieltje leeg is en je kan de ANWB niet bellen of wat dan ook. Ze hebben de praatpalen ook weggehaald natuurlijk. Dus we moeten een beetje om elkaar gaan denken, heb ik het idee. Want het kan gebeuren dat je mobiel uitvalt. Hij kan een stuk gaan onderweg. Weet je, het is altijd wel iets waardoor je dus geen hulp kan vragen. Want hoe deden we dat vroeger? Toen hadden we toch ook geen mobieltje in de auto. En had je inderdaad die praatpalen, moest je wel een stukje voorlopen. Maar dan had je in ieder geval wel een mogelijkheid om hulp te vragen. En nu, praatpalen gaan weg. Stel je voor, je mobiel doet het niet of is leeg of weet ik veel wat. Dan sta je. Niemand weet dat je daar staat, want iedereen rijdt gewoon door. En dan sta je daar. Wat moet je dan doen? De rest van de snelweg af gaan lopen met degene die je in de auto hebt of in je eentje. Totdat je bij de bewoonde wereld komt. Of een benzinepomp. Ik vind het helemaal geen goed idee dat ze dat doen. Tja, het is wel zo, iedereen heeft een mobieltje, maar... Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar mijn iPhone heeft, zoals gisteren bijvoorbeeld, had ik nog 30%. En op een gegeven moment keek ik, had ik nog 1%. En dat was in een tijdbestek van 5 minuten. Weet je, dat soort gekke dingen doet iPhone soms. En dan hou je hem in stopcontact met stekker erin. En dan zegt hij weer dat ik 30% heb. Dus er klopt ook weer niks van dat ik 1% had. Nou, door dat soort dingetjes heb ik er zo weinig vertrouwen in dat het altijd maar beschikbaar is, zo'n mobieltje. Ah. Ik loop weer te zeiken. Ik kwam gewoon echt door die vlog dat ik echt zoiets had van, ja weet je, het was echt zo'n middag dat ik dacht van, je voelde je een beetje alleen op de wereld. In de Multipla. En misschien daarom dat ze dachten van, moet je maar niet zo'n auto rijden. Maar goed, ik heb hem toch maar aan het renderen. En ik ga hem ook maar uploaden. Maar ja, een beetje veel depressieve vloggen de laatste tijd. Van ziek en dit en dat. Gezeik allemaal. Nou, batterij knippert. Hij wil weer vervangen worden. Stofzuiger is klaar. Ik heb net even de was van zolder uit de wasmachine gehaald. Nieuwe was erin. En deze gaan we eventjes buiten ophangen. Alhoewel ik twijfel. Kijk maar. Maar het is echt heel warm. En er wordt gezegd dat het droog blijft. Zal ik het gewoon doen? We gaan het gewoon doen. Zo, die hangt ook weer. Nu even, ja, dweilen. Dat is ook wel even nodig. Zo, ook weer gedweild. Zweet loopt me naar beneden. Het is bloedheet buiten. Het is wel bewolkt en zo of het gaat regenen. Maar het is heel benauwd en heel troperig. Troperig? Zeg je dat? Troperig warm. Tropisch. Tropisch. Warm. Nou, mijn straaljagers. Kijk, ik heb gedweild. Het glimt weer. Dus ja, ik kan niet veel anders doen dan Orphan Black gaan kijken, toch? Mama, wat is dat spannend. Ik ga snel weer verder kijken. Dit dus. Oh. Dus dan ga ik maar eventjes verder kijken. Ja. Eerste rendersessie van deze vlog is klaar. Ik doe ze eigenlijk altijd 2 keer renderen. En dat doe ik omdat als ik er muziek onder zet, dan doe ik dat later, zeg maar. Omdat ik dan nog stukjes weg kan knippen die misschien een beetje op de beat kunnen of weet ik veel. Misschien een beetje omslachtig, maar voor mij werkt dit beter en makkelijker. En kan ik een korte intro maken met stukjes die in de vlog van gaan voorkomen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb een kopje koffie gemaakt. Een beetje brak van de hele nacht... Orphan Black kijken, dus ik heb een bakje koffie en ik ga deze dus in stukjes maken als intro. Een intro erin maken en dan de rest van de vlog en de muziek toepassen of invoegen. En dan gaat hij weer renderen en dan is hij klaar voor up te loaden. Ja, en dan moet ik nog wat extra video's maken. Er komen een paar extra video's aan. Dus ik heb het daar wel een beetje druk mee, maar morgenmiddag heb ik ook nog tijd daarvoor. De Q&A moet ik nog opnemen, moet ik nog beantwoorden. Maar ja, dat had ik eigenlijk vorig weekend willen doen, maar dan was ik ziek. Dus ik loop er best wel een beetje mee achter. Dus sorry dat jullie op jullie antwoorden zo lang moeten wachten. Maar ze komen er echt aan. Die rendert weer. En mijn koffie is nog niet eens aangeraakt. Zo snel heb ik dit gedaan. Dus ik ga maar weer naar Orphan Black. Dus ja, ik wil even mijn koffie opdrinken. Dus ik neem mijn mobieltje mee. En ik neem mijn drinken mee. Want hier kan ik even niet veel meer dan dat ik daar weer even ga zitten. En eventjes weer verder ga kijken, want... Moet ik het weer zeggen? Het is spannend! Het is echt spannend. Maar ik heb ook hier foldertjes, kijk. Die zijn ook spannend. Nee hoor, die kan ik straks ook wel weer kijken. Want ik kan toch niet naar de winkel nu. Dus... ja, ik moet gewoon Orphan Black kijken. Is niet anders. En de volgende vlog staat weer te renderen. Productief dagje. Dus dat is dan voor morgen is maandag dat er eentje nu. En voor dinsdag is nu aan het renderen. Dus dan heb ik een beetje een voorsprong. En dan kan ik dus aan de slag morgenmiddag met extra video's. Kan ik misschien ook die Q&A gaan opnemen. Ja, we moeten er weer geen... morgenavond ga ik even kijken bij een andere Fiat. Samen met de garageman. Dus ja, of we gaan hem gebruiken voor onderdelen, of we wisselen gewoon heel de auto om. En die moet wel een nieuwe achteras, maar misschien is mijn achteras van mijn Fiat nog, mijn Multipla, wel nog goed. En kan die onder die grijze, misschien makkelijker dan een heel motorblok van die nieuwe, zeg maar. Dat is ook maar een paar €100 hoor. Maar van die grijze kan dan het motorblok misschien in die gele van mij gezet worden. Technisch allemaal... maar we gaan even kijken. Ik zag het op de foto, die grijze. En ik denk, oh, die is eigenlijk wel mooier van kleur. En minder lelijk opvallend als die van mij natuurlijk. Maar ja, het gaat niet om de kleur, het gaat natuurlijk om zijn hartje. In het hartje is een stuk van mijn Multipla. Gek hè, hoe je opeens een auto die je eigenlijk verafschuwde toch eens een beetje bent gaan waarderen. Als je zelfs in een brommobiel moet rijden. Dat is gewoon expres. Alles is beter dan dat. Maar goed, dat gaan we morgenavond doen. En ja, morgenmiddag heb ik dan wel even tijd denk ik om extra video's en vlogs en dat soort dingen verder klaar te zetten. Want het wordt mooi weer van de week. Ja, dan moet ik toch wel een beetje met de kinderen van buiten genieten. Ja. Zullen we even aan het eten beginnen? We eten hamburgers en patat. Het is zondag, dat doen we meestal. Voor de rest wel braaf geweest deze week met eten. Dus doe dit met een goed gevoel. Nog maar even snel de was binnengehaald. Dit was al droog, maar hier zijn de broekranden en zo nog niet. Het shirt was niet droog. En hier maar eventjes te droog gehangen. Want ik was net op tijd, want het begon een klein beetje te spetteren. Heel klein beetje hoor. En ik had geen zin om het helemaal nat te laten worden. Dus ik heb me binnengehaald. Het is toch bijna droog en dan kan het hier verder drogen. Ik zie helemaal rood eruit op beeld als ik naar mezelf kijk. Nou ja, er klopt allemaal niks van. Het is gewoon gezichtsbedrog mensen. Het is gewoon gezichtsbedrog, want ik ben helemaal niet rood. Als ik in de spiegel kijk, nee, ben ik niet rood. Dus denk dat maar weg. Ja, dan moet ik wachten op de volgende aflevering. Het wordt dus elke week erop gezet op Netflix. Ja, goed. Ik heb wel vlogjes kunnen editen en een beetje op kunnen ruimen. En tussendoor dus Orphan Black helemaal afgekeken. Een beetje luie zondag. Maar goed, mag ook wel een keertje. Het is gisteren natuurlijk een super drukke dag. En morgen begint gewoon weer de werkweek. Dus ja, ik had ook dit dagje gewoon even nodig. Maar ik ga de vlog afsluiten. Vond je hem leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneren kan. Hier een bolletje hierboven. Hier zijn nog twee schermpjes die je misschien ook wel leuk vindt om te kijken. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen in een nieuwe vlog. Kijk je dit in de avond, slaap lekker voor straks. En kijk je dit in de ochtend, dan wens ik je een hele fijne dag vandaag. Doei doei!